De eikenprocessierups werd sinds het begin van de jaren 90 steeds algemener in Nederland. Aangezien het een steeds grotere plaag wordt, is het buurthuis van Dorpshoeven de afgelopen dagen druk bezig geweest met het plaatsen van nestkastjes voor diverse vogelsoorten. Zo proberen ze de eikenprocessierups te verminderen door middel van een natuurlijk product. Ik ben Jan Blokkers. Ik ben via de dorpsraad gevraagd om nestkastjes op te hangen voor koolmees en pimpelmees eventueel, die dan de processierups weer vreten en wat voedsel is voor een jongen. En we hebben dan aan Europaweg langs hebben we 85 nestkastjes geplaatst. En nu gaan we hier bij de Dorpshoeve, Kerkhof, hebben we hier ook allemaal kastjes geplaatst. En die hopen we dat er veel koolmees en pimpelmees in komen. En dat onze processierups wat minder wordt. Dus dat is het. We plaatsen ze meestal ook met de opening naar de noordoostkant, want het regent komt meestal uit het westen en dan en met de zon, 's middags, dan wordt het niet zo warm van binnen. Zo, en dan maar hopen dat ze erin komen. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen paar jaren al last van eikenprocessierups. Daar hoorden we landelijk ook dat, dat nestkastjes, vogeltjes, dus daar goed voor zijn om die te bestrijden. En toen hebben we in onze dorpskrant, hij het al gehoord, hebben we in december een bouwtekening laten plaatsen. En een oud inwoner van ons, van Nieuw Schonebeek, die is nu een directeur bij een praktijkschool. En die reageerde daarop en die zegt van nou, maar wij kunnen vanuit school voor jullie wel voor een leuke prijs een aantal nestkastjes maken. En die hebben we dus aangekocht. Meestal zijn die processierups in het najaar, maar het is eigenlijk de bedoeling dat ze worden wel opgehangen. Maar ze moeten ook in het najaar worden schoongemaakt. Dan moet het eigenlijk moet eruit zijn. En dan moet je eigenlijk voor de herfst of voor de winter moet je dat er eigenlijk uit halen. Dat is mijn mening daarover.